is dus het verteltheater. Het is eigenlijk een soort tussenvorm tussen poppenkast en vertelling in de kring. Het leuke van het theater is dat het een echte poppenkast is met echte decors. Waar je verhalen in kan spelen, met poppen dus. En dat je toch de kinderen nog kan zien. Dus je hebt contact met de kinderen en je kunt spelen. En nou ja, waar poppenkast geschikt voor is natuurlijk zo ongeveer voor iedere situatie die je kan verzinnen. Als je iets te vieren hebt in de klas, een nieuw kind op school. Of gewoon als je zin hebt in een lekker spannend verhaal. Het verteltheater. Nou, en bij het verteltheater hoort in de eerste plaats een boek met poppenkastverhalen. Een heleboel verschillende verhalen verzonnen. De avonturen van Leentje en Beentje. En ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk de poppen. Nou, dat zijn bijvoorbeeld een van mijn favorieten, hoewel ze knap lastig kan zijn. Dit is namelijk Nieuwsgierige Aagje. En Nieuwsgierige Aagje wil altijd alles weten. En Nieuwsgierige Aagje, ben jij? Ik ben de poppenspeler vandaag. Het is dat? Dat is het verteltheater. En met het verteltheater gaan wij vandaag een verhaal spelen. Oh ja, voor wie dan? Nou, voor de kinderen. Zijn ze dan? Je hebt gelijk, de kinderen zijn er nog niet. We gaan ze eerst eens even roepen. Kinderen, kom maar hoor. Kom maar binnen. Ik heb een vraag. Daar zijn jullie. Hier zijn we. Hier zitten. De deur komt dicht. Hey. Kijk, dit is het verteltheater. En in het verteltheater worden de poppenkastverhalen gespeeld. En wie weet nog hoe de poppen heten waar we mee zouden spelen? Leentje. Dit is Leentje. En dit is? Poffie. Nee? Jij weet het nog? Leentje en het lijkt erop. Ja? Beentje. En Beentje is een? Hond. Hond en een? Een jongenshond. En kat. En Leentje was een? Poes. Poes, een meisje. En Beentje was hondje een? Hondje en een jongen. Een hondje en een jongen, precies. Laten we eens even kijken. Zullen ze een klein verhaaltje gaan spelen? En het verhaaltje heet De Verrassing. Hé, hey, daar zijn jullie weer. Goedemorgen, kinderen. Hoi, Beentje. Hebben jullie misschien mijn vriendin Leentje ergens gezien? Ja, achter je. Achter me? Leen? Leen? Wat een raar geluid. Leentje? Jongen, wat een zwaar cadeau is dat, zeg. Hé, hey, Leen. Wat heb je daar bij je? Oh, kijk, een doosje. Een doosje, een pakje. Leen. Een pakje? Bedoel je misschien een cadeautje? Ja, dat is een cadeautje om weg te geven, Leen. Oh, ga je dat cadeautje weggeven? Dat grote, mooie cadeautje? En aan wie ga je dat cadeautje dan geven, Leen? Nou, ik wou dat cadeautje geven aan iemand die ik heel lief vind. Uh-oh. Ben, Leen. Jij vindt mij heel lief, hè? Ja, jou vind ik lief. Maar er zijn er nog wel meer die ik lief vind, hoor. Nog meer die jij heel lief vindt? Leen? Ja, dus ik even kijken. Misschien zit er wel iemand achter de poppenkast die ik heel lief vind. Ik ga eens even een kijkje nemen. Hier ben ik. Leen, ik zit achter de poppenkast. Ja, Been. Maar jij was er al. Ja, ik was er al. En misschien zit er wel iemand ook op de poppenkast die ik heel lief vind. Eens even kijken, hoor. Hier ben ik, Leen. Hier ben ik. Ik ben heel lief. Krijg ik nou het cadeautje? Oh, hoe zit je daar nou weer? Nou, kom bij me. Eens even kijken, hoor. Of zit er misschien iemand in de zaal die ik heel erg lief vind? Nou ja, alle vingers worden opgestoken, allemaal hele lieve kinderen. Jongen, wat is het lastig om erachter te komen wie ik het allerliefste vind. Aan wie zal ik toch mijn prachtige cadeautje geven? Ik weet, hey, wacht eens even, wat zie ik daar staan? Een spiegel. Oh, kom jij eens even, pak jij die spiegel eens even voor me.
een spiegel. Wat moet ze nou met een spiegel? Ik wil gewoon met een spiegel. Nou, even kijken hoor. Wie weet, zie ik in die spiegel wel een hele. Oh ja, die is lief. En die is lief. En die is nog liever. Ik en ik ook lief. Oh, allemaal lieve kinderen. En hé, daar zie ik de allerliefste van allemaal. Dat ben ik. Ik ben de liefste. Ik krijg het cadeautje. Het cadeautje is voor mij. Nou ja zeg, het cadeautje is voor haar. Dat is ook niet eerlijk, stomme Leentje. Ik vind er niks meer aan het hele spel niet. Ik ben zo benieuwd wat er in het pakje zit. Zo. Hé. Hey. Been. Ja. Been. Weet je wat er in het pakje zat? Kijk, er zit nog een doosje in het doosje. Nog een doosje in het doosje. En weet je wat er op dat doosje staat, Been? Nee. Kom jij mij eens even helpen? Kom jij mij eens even. Pak jij dat doosje eens even. En wat staat er op dat doosje? Voor Been. Wat? Wat staat er op dat doosje? Voor Beentje. Voor Beentje. Beentje, dat is het cadeautje voor jou. Een cadeautje voor me. Maar het cadeautje was toch voor jou, Leen? Dat was maar een grapje, Been. Het was een grapje. Omdat jij mijn beste vriend bent, krijg jij van mij een cadeautje. Ik ga eens even kijken. Oh, wie wil me even helpen met het pakje openmaken? Dat zijn wel heel veel snoepjes. Een heerlijk snoepje. Een cadeautje voor jullie allemaal. Ga maar lekker zitten weer met je snoepje. Leen, wat vond ik het ontzettend lief van jou dat jij dat cadeautje voor mij hebt gekocht. Kom hier, dan krijg je een pakker. Oh, Been. Oh, Leen. Knuffel, knuffel, knuffel. En dit was het einde van... Beentje, Leentje. Leentje en Beentje en de verrassing. En wat doen jullie na een toneelstuk als de spelers buigen dan? Dat Leentje, dat Beentje. Dat was het avontuur voor vandaag. En je weet wat er gebeurt. Als het avontuur is afgelopen, dan gaan de gordijntjes van het Verteltheater heel langzaam dicht. Tot de volgende keer. Bestel ook het complete poppenspelpakket De Avonturen van Leentje en Beentje. Bazige Bert, Rillende Rietje, Nieuwsgierige Aagje, Lange Henkie en Leentje en Beentje. Een praktische handleiding met alle verhalen voor een jaar lang poppenkastspelplezier. 6 decors en een houten kist met attributen voor de verhalen. Vanaf nu te koop via uw schoolleverancier. Voor meer informatie over dit unieke poppenspelpakket, Zwijse klantenservice. Telefoon 013 583 8888 of via e-mail klantenservice@zwijse.nl.